Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe videootje van... Familie Le Cap, het is zover! Yes! Yes! Ik ga er zo goed als vanuit dat het vandaag gaat gebeuren. Wat een mooie dag. Het is vandaag 9-9-2019. Ik ben om precies te zijn vandaag 41 weken zwanger. En sinds gisteravond heb ik last van weeën. Het begon een beetje om 10 uur 's avonds. Ik dacht, nou is niks. Om 12 uur ben ik ze gaan timen. Werd het serieus. Kwamen ze ongeveer met 10 minuten. En sinds vanochtend, 7 uur 's ochtends, komen ze om de 3 tot 5 minuten. Als je het ongeveer een uurtje hebt, is het moment om dan de verloskundige te bellen. Dat moment is nu aangebroken. Het is ook maandag. Dat betekent dat Belhan wel gewoon naar school gaat. Dus ja, die zit klaar. Hij gaat klaar. Hij gaat naar bed. En naar bed brengen, wou ik zeggen. Naar school. Niet onderweg gaan we eruit laten vloepen. Nee, ik hoop het niet. Ik voel me nog goed. Dus wij gaan zo over de verloskundige bellen. Jongens, ik zou zeggen, bereid je voor. Ik denk dat de bevallingsvideo er vandaag aankomt. En het is fijn dat eindelijk wat gebeurt. Startschot kan beginnen. Nou, ik heb Deborah afgezet op school. Ik heb gelijk de verloskundige gebeld. Ze heeft een spoedje, dus ze komt binnen een uurtje. En Esra, ga je het volhouden, lieve schat? Ja, ik moet zeggen, het is nu nog goed te doen. Ik heb dus daarom ook met mijn telefoon. Ik heb zo'n weeëntimer. Ja. Nou ja, goed, om het jullie ook even te laten zien thuis. Kijk, dit zijn zeg maar dan de weeën die ik heb. Ja. Dus nou, dit is voor mij is het nu al sinds 7 uur serieus. Nou, 29, 33, 60. Ik krijg ze om de 3 tot 5 minuten. En de reden waarom die ze timed is omdat je dan weet wanneer de verloskundige moet bellen. En voor degene die zich afvragen hoe voelt een wee dan, want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat afvragen. Het is heel lastig te omschrijven, maar het lijkt alsof zeg maar je buik, rug helemaal wordt samengetrokken. En dan steeds harder zeg maar. Oeh. En naarmate je verder de bevalling ingaat, wordt het ook steeds heftiger. Dus nu kan ik nog praten, maar als ik zo meteen een wee krijg, dan weet ze dan ook, dan moet je me met rust laten. Zodra ze wee krijgt, zegt ze, schat gaat het, zegt ze maar. Wegwezen nu. En zodra ze dat zegt, ben ik echt, ga ik hier in een hoekje staan? Ga ik letterlijk hier in een hoekje staan? Ben ik de kastdeur dicht? En dan denk ik me zo van, sla me niet. Maar ja, dus weet je. Nee, eerlijk. Je vrouwen die vinden het fijn dat hun partner dan gaat aaien en zo. En ik, dat is prima, maar ik ben echt iets van laat. Ik denk ook, laat me je rugje aaien, buikje aaien. Laat even kijken of die er al bij de eerste. En zij zegt, nee, ga weg. Nee, ik zeg laat maar. Gewoon, ik doe het echt in mijn eigen ding. En gewoon bondjes. Ik mag even toekijken. Dus ja, dus even afwachten. Wat een spannend mensen. Oh jee, hij komt eraan. Hij komt eraan. Kijk, nu is er een weetje. Dan moet ik stil zijn en haar met rust laten. Ik mag haar niet helpen. Nee, ze gaat me niet aanvallen mensen. Dus er komt geen drama. Maar nee, echt waar. Schat, als ik kon overnemen, zou ik het overnemen. En hij zit maar alsof er niks aan de hand is. Ja, maar net was wel schat, maar hij is nu klaar. Het duurt ongeveer ja, half minuut tot minuut deze weeën. Straks gaan ze echt hebben, maar dan kan ik het maar net, net, toen jij wegging naar school, kreeg ik ook een wee. En toen zat ik een beetje, zag hij, mama, aaien doen? Ging hij aaien? Zegt hij, is het over? Super lief. Voor degene die het niet wist, ik wil heel graag thuis bevallen. Ik hoop dat het gaat lukken zoals het nu naar uitziet. Is het ook doet, eigenlijk perfect. Devan is op school. Wij zijn gewoon thuis. Dus ik wil even kijken straks hoe het zit met de ontsluiting en zo. Maar ik zou het echt super relaxed vinden. Want weet je wat het is? Als ik in het ziekenhuis zou zijn, moet je voorstellen, is dit ongeveer je kamertje. We hebben alleen een bed en een badkamer. En hier kan ik nog trap lopen naar boven, opruimen, eten pakken. Verschillende dingen doen. Dus ja. Ja. Nou, moet ik heel eerlijk zeggen mensen, ik ben bang. Hij ik ben echt bang. Ik wil naar het ziekenhuis toe. Ik wil naar het ziekenhuis toe. Kijk hoe lief. Hij zegt het de hele tijd als ik een wee heb gehad. Mama, moet ik even aan je doen? Hè? Moet de baby vandaag komen, lieverd? Zou je het leuk vinden? Ja, ja hè? Ondertussen is Sel even aan de slag met een apparaatje die ik heb gekocht. Het is niet gesponsord, niet gekregen. Maar het is een, ja, TENS heet het. En het is een apparaatje die je kan gebruiken als pijnbestrijding. Ik heb hele wissende ervaringen gelezen op internet. Dus ik ben heel erg benieuwd of het wat is. Wat het is een soort apparaatje. Even kijken. Ja, dit. En vervolgens sluit je dat aan op van die slangetjes. Of hoe heet het? Draadjes. En dan komen er van die plakpleisters op je rug. En dan gaan er volgens mij, kan je dan instellen zodra je een wee krijgt. Dat er dan een soort lichte schokken of zo naar je...
lichaam toe gaan of naar je rug. En dat zou bij je wee weer kunnen helpen, omdat je lichaam dan endorfine aanmaakt, als ik het goed zeg. En dat kan dan zeg maar ervoor zorgen dat je de wee wat minder heftig ervaart. Nee, zijn wij natuurlijk van die lesbomen mensen. Ja, ik zeg nu pas, wanneer baby komt het gaan lezen. Die besluiten om dit echt op het allerlaatste moment te gaan installeren. En dan laat ik het ook nog eens aan Seran over. Want ik heb tussendoor weeën en ik heb dat niet echt... Ik kan ook niet concentreren op te lezen. Serieus, ik ben... Hij is al 10 minuten bezig. Schatje, kom, die weeën komen nu door. Ik moet dat ding... Waarom? Breng het in het ziekenhuis zo meteen. Weet je wat ook is? Je moet hem op tijd aansluiten. Want anders heeft het niet echt volgens mij effect. Want je lichaam moet eraan wennen. Dus schat. Zet zo. Doe iets. Kom op. Kom. Ja, doe jij iets. Doe iets. Installeer dat ding. Ik kan me niet concentreren. Zeg alsjeblieft. Kom op. Ja, maar als je zo zit... Is goed. Kom op. Dus ze krijgt een wee en ze heeft de machine aangesloten. Oh. Stil. Oeh, het gaat goed, schatje. Oeh. En? Helpt het? Kun je knikken? Ik sta in mijn hoekje. Nee, grapje. Ik ga naar me toe kijken. Kom, schatje, ik ga wel mee puffen met je. Ja, gaat goed. Ja. Ja. Weet je wat ik mooi... Hij is wel fijn. Hij is fijn? Zal ik even laten zien? Ja. Hij zit nog half in de week. Moet ik hem zo even uitzetten. Oké, ik blijf even in de buurt, ja? Oh, nee, echt. Ze zeggen dat dit een beetje de scherpe kantjes eraf kan halen. Ik moet zeggen, bij deze weeën werkt hij fijn. Ik heb hem nu bij 3 weeën. Even kijken, kom op uit. Ja. Kijk, zo ziet het eruit. Dat is een helemaal andere bedrading. Dat is even zien, schat. Ja, ik laat. Kijk. Ik heb... Ik heb groen en zwart aangesloten. Zoals je een auto die niet start, dat je... En wat het nu is, zeg maar, hij doet nu gewoon... Hoe moet ik het zeggen? Het is geen elektrische schok nu wat ik voel. Het is gewoon, je voelt zo dit. Maar je hebt de turbostand volgens mij niet aangezet. Nee, die staat nog niet aan. Als je dan een wee krijgt... Mag ik hem even één keer? Nee, ik wil mijn koek. Jij krijgt ervan af. Als ik een wee krijg, laat me even vertellen wat er dan gebeurt. Ik heb het ook nog niet verteld. Kijk uit, er staat een hete stelpak achter jou. Zie je? Daarom, ik moet gewoon afstaan. Ik zoom wel even in bij jou. En met een wee, dan gaat hij echt zo... Ik weet niet, ik was net bang. Dat komt allemaal elektrische schokken, maar nee, ja. Mag ik het ook proberen? Je mag hem straks proberen, maar ik ga hem nu even niet. Maar mag ik hem één keer alsjeblieft? Huh? Ik wil wat laten zien. Geef eens één keer. Ik ga niks drukken. Ik ga echt niks drukken. Esra, ik wil alleen laten zien. Je hebt toch van die afstands bestuurbare auto's en van die hondjes die je met zo'n assenbediening die kan laten lopen. Als jij zeg maar... Het lijkt er ook op. Wat? Ik wil je laten zien, als ik dat assenbediening heb, ken ik jou dan ook zo dat je hand omhoog doet, je beetje omhoog doet. Staat, ik weet niet tot welke stand hij kan, hij staat nu al wat heftiger als je hem nog heftiger. Op welke stand staat hij nu? Gaat je niks aan staan, laat me met rust. Misschien kan ik hem naar boven brengen en dan kan hij... Stand 69 zet. Ja, is goed, Harder. Ik laat je met rust. Oké, mensen, ik ben even naar boven gegaan. Even een update over mij. Want het gaat allemaal over Esra en de baby, maar hallo, ik ben ook hier. En zoals je weet, vorige keer deed Esra hier een... prank bij mij, dat haar water was gebroken en dat de baby soort zou komen zonder dat er een dokter of iemand in de buurt is. Maar het is langer dan een uur geleden dat ik de verloskundige heb gebeld. Ze is er nog steeds niet, ze had een spoedje. Stel je voor dat de baby nu echt komt. Wat ga ik dan doen? Ik raak nu al in paniek. Ik moet zo meteen verzorgen. Als ik te veel weer krijg, dat Esra zo meteen echt gewoon naar het ziekenhuis moet gaan. En niet hier samen met mij gaan bevallen, want vorige keer zeg je al, ik viel bijna flauw. Ik ga even kijken hoe het met Esra gaat. Nou, even een update voor jullie. Verloskundige is net geweest. Esra heeft 3 centimeter ontsluiting. En bij de 10 kps, Esra. Ja. Dus voor de mensen die dat niet weten. En misschien kan jij het beter vertellen, Esra. Hoe zit het? Wat jij zegt, 3 centimeter ontsluiting. De eerste 5 centimeter duurt vaak het langst, zegt ze. En qua pijnlijkheid wordt het natuurlijk steeds heftiger. Maar die laatste paar centimeter, dat is straks echt killing. Dus zij komt nu over 2 uurtjes weer even terug om even te kijken hoe het er dan voor staat. Dus ja, ik ga maar gewoon eventjes een beetje aan het aan. Serieus, hè? De tijd een beetje even serieus. Ja. Ik zeg Esra, oké, wat wil je dan te doen? Wat wil je... Dus nee, ik ga even editen. Ja. Echt serieus. Tot aan je bevalling. Ja. Echt? Ja, maar nee, als het je rust geeft, toch gewoon... Dat ik gewoon een beetje afleiding heb, weet je. Ontspanning kan er ook voor zorgen dat, zeg maar... Tenminste, dat zorgt er gewoon sowieso voor dat het sneller gaat. Moet je masseren zo meteen? Nee, blijf maar wel van me af. Nou, het is een paar uur later. Ik ben lekker met Eli aan het spelen, maar ik denk... Ik moet even bij Esra kijken, want ze is nu al een tijdje boven. Eli, ik leg meneertje even hier neer. Nee, ga mama even checken. Ga mama checken. Ik ga even kijken hoe het met Esra gaat. Liefie, hoe gaat het met je? Ik ben echt moe. Hier, krijg je echt een inkakker.
En de wegen worden ook best wel heftig nu. En ik ben even denken, als het donker gaat, maak ik nog gewoon weinig licht. Het wordt echt heftig nu. Ik ben benieuwd of het plassen kunnen komen, wat de ontsluiting is. Dus ik ben tussendoor eventjes spulletjes aan klaarleggen. Oh, kijk dit dan. Dit is het eerste pakje. Wat is het eerste pakje? Ja. Ah, super schattig. Dingetjes en rampertjes. Ik ga even denk ik nu alles klaarleggen een beetje. Heel koud gekregen. Ik wou zeggen, heb je zelf wel goed ingepakt? Want die had echt koud net, hè? Ik heb echt koud gekregen. Het is echt. Ik ben echt benieuwd hoeveel ontsluiting ik heb. Want als ik zo op tape 5 zit of zo, word ik echt gek. Waarom? Ja, omdat het voor mijn gevoel nu al best wel heftig wordt te weeën en zo. En, arme meid. Hè? Kom eens, mag ik heel eventjes één keer een voetje geven? Oh, je doet het goed, schatje. Je doet het goed. Nog eventjes, nog heel even geduld. En dan heb je hem lekker op schoot. Met zijn eerste pakje aan. Ja. Kun je hem eindelijk in je armen hebben. Toch? Zeker. Oké, ik zeg het weer. Het is een paar uurtjes later. En ontsluiting is 7 centimeter. En kijk wie hier is. Hoi, Daddy. Hoi. Ik zei dat er een ontsluiting is van 7 centimeter. Maar jij zou niet snappen wat het is. Zou ik je geheimpje verklappen? Ja. Jouw broertje komt straks. Echt? Ja, echt? Yes! Yes, yes, yes! En de verloskundige is Bo, die is alles klaar aan het zetten. En zo meteen komt er nog iemand om bij te helpen. En serieus, Debbie? Ja. Heb je zin in? Ja. Heb je zin in? Oh, jouw broertje. De allerkleinste komt eraan. Ja. Ik vind het zo spannend, echt serieus. Maar thuisbevalling zoals Esther wou, gaat door. We hoeven niet naar het ziekenhuis toe. Ik ga kijken hoe het met mama gaat. Ja. Dat mama was zo net niet zo lekker, want het laatste loodjes, hè? Ja? Moet ik nog wat zeggen van mama van jou? Want jij moet beneden blijven, ja? Ja. Dan roepen we jou zo op, ja? Mwah. Nou, we hebben alles klaargezet in onze kamer. De bed ziet uit, ziekenhuisbed. De verloskundige heeft alles neergelegd. En Esther, die heeft het zwaar. Ik zou het echt serieus. Respect voor alle mama's. Esra, het is gewoon gelukt. Kijk eens hier. Oh. Je mag hem lekker pakken hoor. Hey. Pak hem, schatje. Kijk eens. Hey. Hij is er. Echt, ik ben zo trots op je schat. Echt. En hoe dan? Alsof het... Wauw.